Dat is het. En dan anders maak deze beweging hier. Je speelt terug. Boom, om de bal hier te krijgen. Piquel kan beslissen om een laag te spelen. Maar Dani is hier. Piquel kan ook beslissen om te chippen achter de laatste linie. Alright? Vind het moment. Go! Go! Kom in de bal heen! That's it! Nu, speed! Top! Kom, push up, push up, kom, push up. Ja, Kev! Is dit essentieel als je trainer bent, zo'n houding? Wil Curver zei vroeger van als je het vuur een ander wil aanmaken, dan kan alleen als je zelf vuur hebt, als het ware. Ik geloof wel, onze speelstijl is vrij fanatiek, als je het zo kunt noemen. Dus daar moet ook fanatieke training bij, denk ik dan. Is dat ook wat je dan hoopt over te brengen met die houding op je spelers? Of heeft het meer effect dan dat? Nee, in eerste instantie hoop je dat je continu probeert te corrigeren. Het ligt ook op welke type training het is. Hè. Maar dit was een training, ging om snelle beweging, om tussen de linies te komen, om achter de laatste linie te komen met heel veel scoren, met heel veel enthousiasme. Dat is wel echt een type training wat gewoon belangrijk is, dat je een stimulans krijgt. Hè. En ik geloof, en dit is misschien wel het belangrijkste, ik geloof voordat je daadwerkelijk spelers kunt aanpakken, of je moet een relatie creëren. En ik geloof in een persoonlijke relatie met de spelers. Dus je bent op zoek om dat te creëren. En dat creëer je door te vertellen dat ze het goed doen. Snel en simpel. Of simpel en dan versnellen. Zonder hectiek. Goede aanname. Speel één keer. Strakke ballen. Altijd opties. Twee keer raken. Tak, tak. Net zoals die grote rondo's. Waarom wil je dat voetbal graag voor niet alleen spelers, maar ook voor toeschouwers zo begrijpelijk maken met deze taal? Oh ja, dat is lastig. Omdat ik vind, als je echt wil ontwikkelen, moet je begrijpen waarom je dingen doet. En ik vind het prettig om uit te leggen wat we willen creëren met bepaalde vormen, bepaalde ideeën van het spel. Want alles heeft een idee en daarom maken we het ook altijd de vormen. Dat ze sneller moeten denken en sneller moeten handelen. Dat ze continu moeten reorganiseren. Dat ze altijd een nieuwe bal, altijd een nieuwe situatie, altijd iets wat komt. Omdat onze manier van spelen heel snel verandert. Oké, Steven, ready? Boys, wat we nu doen, we spelen met Heino aan die kant. Oké, wachten. We spelen, spelen, spelen. Heino daar de bal. We spelen terug naar jullie. En dan, de beslissing is dat iedereen denkt dat we die kant op gaan. Maar jij bijvoorbeeld doet zo. En we gaan terug daar. En dan spelen we hier weer positiespel. Dus jullie gaan een beetje, maar niet te ver. En dan kom je terug hier. Dus de beste manier om aan te vallen. Simuleren die kant op gaan, maar je blijft hier omdat we hier al een driehoek hebben. En hun komen dan tussen de linies om te helpen. Jullie begrijpen voetbal, dat is klasse. Kom on, let's go! Jullie begrijpen voetbal, zeg ik. Ja, omdat ik zag spelen. Ja, dat is een goed idee. Dit was trouwens in een aanvallende situatie dat je wil simuleren met elkaar, het hele collectief ook echt het aanvallen doen. Maar dat moet natuurlijk ook in verdedigende situaties, die omschreef je net al. Hoe, en dat lijkt wat tovenarij, hoe kun je een aanvaller leren te verdedigen met het hele team en een verdediger leren aanvallen? Terwijl ze het eigenlijk niet zijn. Omdat dat de basis is van totaal voetbal en van voetbalspel. Omdat op het moment dat de aanvaller initiatief neemt. Kijk, het is heel simpel. Op het moment dat we de aanvaller vaak aan de bal willen hebben, dan moet je ervoor zorgen dat de bal zo vaak mogelijk rondom die aanvaller is. Dus op het moment dat we de bal verliezen of pressing spelen, dan willen we natuurlijk met de aanvallers de bal hebben zo hoog mogelijk op het veld. Het spel krijgt kleur en de kleur aan het spel wordt gegeven door de beste spelers. De beste verdedigers zijn spelers die intelligent zijn, die kunnen anticiperen op de volgende paas, die lezen waar de bal heen gaat en dan net tussendoor komen. En ik heb al gezien dat bij ons dat precies hetzelfde zo is. Verdedigen is in eerste plaats voorkomen in plaats van oplossen. En iedereen denkt, als je praat over verdedigen en als teamverdediger, dat het gaat om hoe kan ik de bal wegkoppen, hoe kan ik die sliding maken. Maar in eerste instantie, verdedigen gaat om dat die ballen überhaupt niet in die situaties komen. Ik zeg altijd, verdedigen is de eerste offensieve actie van het spel. En zo moeten spelers gaan leren denken, dat liefde voor verdedigen ontwikkelen. Want dat missen we nog wel eens. Jongens, dit zijn de afstanden die we willen in de wedstrijd. Hé. Deze passes, korte passes, goede passes.
Dus zo moet je gaan leren bewegen, come on! Dus wat ik zei, hè, dit zijn de afstanden die we zoeken om te spelen. En als we de bal van links naar rechts verplaatsen of in het midden willen spelen in hun organisatie, zijn dit de afstanden. Snel, simpel. Als je het spel kunt versnellen, dan versnellen. Nu twee keer raken. Let's go! Dan is natuurlijk de vraag die rest, in hoeverre is dat bij NEC haalbaar? Is dat bij NEC ook haalbaar om dat dan te gaan doen met het team? Ja, het zal nooit de kleur krijgen zoals Coutinho kleur in het spel. We hebben een aantal spelers die dichtbij hopelijk ooit... Maar ik zeg altijd, we willen dicht bij elkaar staan als we willen aanvallen. Maar we willen nog dichter bij elkaar staan als we verdedigen. Als er goede connectie is dan tussen spelers. Dan ontwikkelt de timings ook tussen de spelers. En op het moment dat als we dan de bal verliezen, dan sta je ook redelijk goed om direct druk te zetten. En dan maakt het dus eigenlijk niet uit of het Liverpool is of NEC? Nee, dat is gewoon puur ontwikkeling.